Dierentehuis Amersfoort is het dodelijke kattenziektevirus uitgebroken. Het virus kwam het dierentehuis binnen via een nestje van 6 kittens dat bij het tehuis werd afgeleverd. De 6 kittens zijn al door het zeer hardnekkige virus overleden. Het is een virus die zware diarree en overgeven veroorzaakt en nou ja, uiteindelijk uitdroging en de katten overlijden daardoor. Hoe heeft zich dat verder verspreid dan? We hebben nog andere nesten met kittens in huis die volgens mij ook gevonden zijn. En dat zijn nog jonge dieren, dus nog niet geënt. En dan zijn de beesten zeer bevattelijk voor het virus. Het asiel is gesloten om alles te desinfecteren. De ruimtes die door de besmette kittens zijn gebruikt, mogen zich een half jaar lang geen oningeënte dieren bevinden. Voor het dierentehuis betekent dat dat we dus in feite gesloten zijn voor het publiek. Men kan wel komen kijken door glas naar ook de andere katten. Maar goed, dat is natuurlijk voor mensen geen optie om dan eventueel nog een dier te adopteren. Want je wilt toch lijfelijk contact en even aaien en knuffelen en zien hoe die reageert. Dus dat betekent een beperking van plaatsing. Plus, we kunnen momenteel geen andere katten opnemen die niet geënt zijn. Dus ook dat is een probleem, ja. Voor de medewerkers is de kattenziekte het zoveelste slechte nieuws dit jaar. Het is wel een beetje opeenstapeling van, want nou ja, inderdaad de verschrikkelijke zomerdrukte, waardoor we inderdaad gesloten waren voor gewone afstandskatten en zwerfkatten. Nou ja, het nieuwbouwverhaal wat ook nog niet echt heel erg soepel loopt en nu dit. Ja, het is inderdaad wel een vervelende tijd momenteel. Maar goed, we houden moed. De ziekte is alleen gevaarlijk voor katten. Volgens het dierentehuis hoeven bezoekers zich geen zorgen te maken over verspreiding van de ziekte.